Ik ben Ton Hanegraaf. Ik ben vanaf de oprichting bij Hands Up betrokken. En ik train eigenlijk al 40 jaar. Vooral jeugd, maar ook seniorenteams. Aantrekkelijk te maken met veel rallies is een keer geregeld dat je met alle delen van je lichaam de bal mag spelen. Dus ook met de voet. Hands Up traint op de donderdagavond in de sporthal De Run. Dat is de clubavond. Op dinsdagavond trainen een aantal teams in de Missen in Den Dungen. Op maandagavond trainen teams in het Sint-Jans Lyceum. En op vrijdagavond trainen er nog teams in, of één team in Midrode in de gymzaal. Zup heeft op dit moment 4 damesteams, waarvan het eerste damesteam in de tweede divisie speelt. We hebben 3 herenteams, waarvan de heren 1 in de derde divisie speelt. We hebben een jongens A-team, een meisjes T-team en een heleboel minis. En we hebben een flinke recreantenpoot met een damesteam en een herenteam, maar ook nog 2 bedrijfsvolleybalteams. Juist! Ballen!
is één speler in een team die een heel andere kleur shirt aan heeft bij de senioren. En dat noemen we de libero. Die mag alleen achterin spelen om de verdediging te helpen. En bijkomend voordeel is ook dat kleinere speelsters en spelers op topniveau dan toch mee kunnen volleyballen. Er is heel veel veranderd om het aantrekkelijker te maken. Hè. De rallypoint systeem is ingevoerd. Dat betekent dat je elke bal die je maakt een punt is, die op fout gaat. Dus dan spelen we niet meer tot de 15, maar tot de 25 punten. Vroeger als je het net aanraakte of nou wees, dan was dat fout. Nou mag je eigenlijk het net aanraken, behalve de bovenrand, als je geen tegenstander hindert. Nou, allemaal, en de ballen zijn lichter geworden, allemaal om het spel sneller te maken, meer rallies te krijgen en aantrekkelijker te maken eigenlijk. Altijd leden nodig, vooral jeugd en jongens vooral, want dat is het grote probleem bij de meeste clubs ook wel, jongensafdeling. We hebben ongeveer nu denk 80 leden, en, ja, we hebben al 200 geschommeld, maar jeugd kunnen we zeer goed gebruiken.